Oké, dus hier zijn we weer een keer terug met iRacing. En dit is een race in de Mazda MX-5 Cup op het Jefferson Circuit. Dus ja, ik dacht het lijkt wel leuk om weer eens een iRacing race te laten zien. Je kan zien rechts onderin dat de datum van deze race is alweer een tijdje geleden. 14 juli 2017, en we zitten inmiddels in 2019. Dus ja, het is alweer van 1,5 jaar geleden zo'n beetje. Maar ik dacht, ja, ik heb nog wat races van iRacing die ik heb opgenomen maar nooit verder heb geüpload ofzo. Dus het leek me wel leuk om eventjes daarvan wat te laten zien. Dus we beginnen hier meteen met de race. Je ziet daar een paar auto's voor me, die hadden niet echt een hele goede start. Dus die moest ik eventjes ontwijken, maar... ja, er was natuurlijk ook nog een training en een kwalificatie voorafgaand aan deze race, maar ik besloot dat om het niet te laten zien in deze video, want er gebeurde niet zo heel veel. Bijzonder is, we beginnen gewoon met de race hier zo. 15 ronden doen we hier op het Jefferson Circuit en ja, we zullen wel gewoon zien wat er in deze race verder gaat gebeuren. We hebben hier een groepje voor ons die ja, een klein beetje in de weg rijden en waar we eventjes omheen zullen moeten gaan. Je ziet daar die een paar auto's aan de buitenkant, die gingen daar iets te wijd en ik maak nu contact met eentje en ja, daardoor verloor ik een klein beetje de achterkant. Maar goed, we zijn er langs en we liggen dus nu 9e in de eerste ronde. We hebben daar die gele Mazda MX-5 die ons buitenom probeert voorbij te gaan. En dat lukt hem zelfs. Dus dat is ons terug in positie. Het is een beetje vervelend dat zeg maar rechts onderin zie je welke positie je ligt. Alleen update dat zeg maar heel erg langzaam. Dus dat verandert niet altijd gelijk als je bijvoorbeeld een positie wint of verliest. Dus vandaar, als dat je een beetje verward, dat duurt gewoon altijd ja, iets van een halve minuut of zo om te updaten. Dus die gele Mazda die had daar een beetje een slechte exit door de laatste bocht heen. En hebben we weer een run op hem. En we gaan nu zo goed als naast elkaar over het rechte stuk heen voordat we de positie uiteindelijk wisten te pakken. Als we nu eventjes heel ver verder skippen in de race. Dit is nu ronde 5. Omdat er basically gewoon eigenlijk niks gebeurde voor de afgelopen 4 ronden. En ja, we zitten dus nu in ronde 5, nog 11 te gaan. En ik lag op dit moment op een redelijk eenzame 6e positie nadat we eigenlijk waren weggereden van de auto's achter ons. En ook best wel ver zaten achter de groep voor ons. Dus ja, het was een redelijk eenzame race voor een groot gedeelte van, zeg maar voor het middelste gedeelte van deze race. Maar ja, wat je dan doet is gewoon natuurlijk de rondetijden eruit rijden en zo consistent mogelijk gewoon de rondjes afmaken. Dus dit is een redelijk onbekend circuit voor mij. Dit is een circuit die ik niet echt heb gereden in andere racecamps of wat dan ook. Maar natuurlijk voor elke race in iRacing heb je wel eerst een training en een kwalificatiesessie die je kan gebruiken om te wennen aan de baan. Dus op zich maakt het allemaal niet zo uit als we nu het rechte stuk opkomen om de 5e ronde te beëindigen en dus de 6e ronde te openen. We hebben nu nog 10 ronden te gaan, zoals mijn engineer er zegt. En ja, ik probeer er gewoon een beetje in te lopen op de groep hiervoor. Wat je vooral ook wilt doen in iRacing is gewoon clean rijden en niet buiten de baan komen en geen contact maken met andere auto's. Omdat het natuurlijk ook helpt om punten te krijgen op je licentie om uiteindelijk natuurlijk door te stromen naar een hogere klasse. Dus we skippen nu ietsje verder. Dit is nu ronde 10. Dus 4 ronden te gaan en er is een auto voor ons die een foutje heeft gemaakt en daardoor kunnen wij heel erg snel op hem inlopen. Dus we zullen wel kijken of we hem ook voorbij kunnen gaan. Het liefst zonder contact natuurlijk. Dus ja, op zich is hij weer hersteld van de fout die hij heeft gemaakt. Dus zal het wel lastig worden om in ieder geval vanaf hier een inhaalactie te maken. Maar als we misschien iets dichterbij kunnen komen, kunnen we wel iets gaan oplijnen. Als we nu deze laatste bocht in gaan. En ja, de vorm had een beetje een wijde lijn daar. Wat er misschien wel toestaat om een iets betere run te hebben, het rechte stuk op. Als we nu over de lijn gaan, we hebben nu 500 te gaan, we zitten nu in ronde 11. We kunnen misschien een move maken aan de binnenkant hier, remmen later. En dat is ons nu voorbij voor plaats 5 volgens mij. En hij zit nog steeds een beetje aan de linkerkant, maar nu hebben we hem gecleared zoals je kan zien in de spiegel daar. Dus dat is nu één plek gewonnen. En we skippen nu nog ietsje verder. Dit is nu ronde 13 inmiddels, dus nog 4 te gaan. En er zijn weer een paar auto's voor me, zoals je daar ziet, die een beetje in strijd hebben met elkaar. Waardoor ik dus dichterbij kon komen. Je ziet daar die blauwe Mazda, die ging daar zelfs het gras op en is helemaal uit shape. En neemt een paar hele interessante lijnen daarover het circuit. Maar gelukkig weten we hem te vermijden. En dat is dus nog een zo goed als gratis positie voor ons, die we in het schoot geworpen krijgen. En nu in ronde 14, 2 ronden te gaan, zitten we achter deze rode Mazda MX-5. Waar we zullen proberen om een inhaalactie op te maken. Dus ja, ik volg hem eventjes door dit gedeelte heen. Laten we vooral geen contact maken, want dat geeft natuurlijk strafpunten op je licentie. Ik had een klein beetje een kijkje aan de binnenkant van die Mazda, maar besloot hem toch maar terug te trekken en wat eerder te remmen om contact te voorkomen. Als hij nu een slechte exit heeft uit die bocht daar, we gaan nu naast elkaar over het rechte stuk. We hebben de binnenkant voor het rempunt hier. En dat is ons er nu voorbij. Maar we krijgen een tikje van achteren. En ik corrigeer het. Maar ik overcorrigeer het gras in. En dat is ons nu die plek kwijt. En we verliezen nu heel veel tijd in een paar plekken. Dus dat is erg, erg jammer. Dus met 2 ronden te gaan zorgt dat ervoor dat we nu een paar plekken verloren zijn aan
die witte en die rode Mazda voor ons. En ook natuurlijk heel veel tijd relatief met de rest van het veld. Dus ja, een beetje jammer als we nu meteen naar de binnenkant gaan bij deze rode Mazda. En dat is dus één plek weer teruggepakt. Maar hij zit nog steeds aan de binnenkant trouwens. En ik stuurde in en opnieuw worden we geraakt van achter. Deze keer vang ik het wel op. En ja, dat is toch wel... Ik weet niet, het was misschien een beetje mijn schuld. Want ik stuurde gewoon in omdat ik dacht dat hij ver genoeg achter me zat. Maar blijkbaar had hij dus nog net aan zijn neus naast mijn auto, zeg maar. Als we nu de laatste ronde openen, ronde 15 van deze race. En ja, we hebben nu deze twee Mazda's voor ons. Dus op zich zorgt het er wel voor dat we nu nog eventjes een race hebben in deze laatste ronde. We hebben deze gele Mazda voor ons. We proberen buitenom te gaan, wat nu draait naar de binnenkant. En dat is ons er nu voorbij. Als we het ook kunnen houden, die rode Mazda voor ons gaat veel te wijd het gras op daar. En daardoor krijgen we die plek ook weer terug. Dus dat is dan nog wel een klein voordeel voor ons. En voor de rest, dat was eigenlijk deze race. We liggen nu volgens mij zevende weer. En uiteindelijk ben ik daar dus ook gefinished als we nu gewoon de ronde afmaken. En dus op zich een redelijk eventvolle race hier in iRacing op het Stafford circuit. Als we nu over de finishlijn komen om de race te beëindigen. Op een zesde plaats is het trouwens. Dus uiteindelijk hebben we toch nog die zesde plaats weten te herstellen. En we zijn nu over de finish heen. Dat is het eind van de race. En op zich was het wel redelijk oké. Het is wel jammer dat met die paar touches en die paar crashes dat het wat van onze licentie af is gegaan. Maar goed, maakt niet zo heel veel uit. Dus dat is deze race op iRacing op een Stafford circuit. Het was natuurlijk redelijk. Het was eigenlijk best wel een lange race. 15 rondjes op deze baan. Maar aangezien er niet zo heel erg veel actie was, heb ik er heel erg veel ronden uitgenomen. Dus vandaar dat de video redelijk kort is. Maar goed, ik wil wel heel erg graag weer terugkomen in deze game. Want mijn abonnement is op dit moment verlopen. Maar ik wil heel erg graag wel weer een keer vernieuwen. Omdat ik best wel iRacing mis. En ik best wel graag een keer er echt gewoon in tune mee wil raken, zeg maar. En vooral, als ik eventjes een keer de tijd ervoor kan vinden, wil ik wel echt mee verder gaan. En natuurlijk ook om uiteindelijk door naar hogere klassen te komen waar echt de leuke dingen beginnen, zeg maar. Want natuurlijk Mazda MX-5 Cup stelt nog niet zo heel veel voor. Dat hoort nog bij de rookie licentie, dus we zullen wel zien hoe dat allemaal zal verlopen. Maar hopelijk vinden jullie deze video een beetje leuk en was het even leuk een keer wat anders, natuurlijk iRacing. En we keren het gewoon terug naar de pits hier voor onze cooldown lap, zeg maar. En dat is het eind van deze video. Dus ik zal het hier zo gaan beëindigen. Dus laat maar weten als je nog meer iRacing video's zou willen zien in de toekomst. Of misschien ook andere games of zo. Natuurlijk zijn er ook heel veel andere alternatieven. Porsche Cars, Assetto Corsa, Dirt Rally, noem maar op. Kan allemaal. Maar mij lijkt het wel leuk om iRacing ook eens te laten zien. Dus dat is voor deze video. Hier zie je nog ook eventjes het uiteindelijke resultaat van deze race. En al zijn rondetijden. Maar goed, ik ga het hier beëindigen, dus als je het leuk vond, laat dan een like achter. Abonneer als je nieuw bent en dan zie ik jullie weer in de volgende.